erop zet. Ben je weer commentaar straks? Ik wil er niet op. Nou, ik ben gekozen tot kinderminister van Binnenlandse Zaken. Ik ga me een jaar bezighouden met digitalisatie in Nederland en de mening van de kinderen laten horen en hoe wij daarover denken. Dat is echt wel een hele belangrijke taak en een hele bijzondere taak. Ja, hoe ben jij daar zo toe gekomen? Ik ben hier gekomen doordat ik vanuit school, vanuit onze Student Voice, onze leerlingraad, naar LAX, een ALV, was gekomen. En daar was een spreker die vertelde erover. En toen ben ik eens een beetje gaan kijken wat het allemaal inhouden. En heb ik me gaan solliciteren. Dus uit heel het land zijn allemaal mensen gaan solliciteren. En uiteindelijk, na behoorlijk wat belletjes, ben ik het geworden. Ja, wat maakt het nou dat jij het bent geworden en al die anderen niet? Ja, dat hoor je natuurlijk achteraf niet. Maar ik denk dat het wel een rol heeft gespeeld. Ik heb er wel vaak achteraan gevraagd hoe staat het ermee. En ik denk dat dat wel iets heeft gespeeld. En uiteindelijk ben jij nu de minister van Binnenlandse Zaken, tenminste, voor de kinderen. En wat denk jij te kunnen veranderen? Ik ga mijn best doen om de Instagram te verbeteren van de Binnenlandse Zaken. Dat zag ik al, daar zijn ze helaas mee gestopt. Die gaan we weer een beetje beter maken. Ik ga me ook met heel veel meer dingen bezighouden voor misschien wel een dag organiseren. Dat kinderen die iets met de techniek hebben, bij een bedrijf langs gaan. Het is echt heel breed, maar daar ga ik nog naar kijken en zijn daar druk mee bezig. Ja, je hoort daar en je hebt daar echt wel assistentie bij, hè? Ja, bij het ministerie helpen ze mij daar heel goed in. Ze denken mee, maar ze organiseren ook alle dingen. Daar word ik echt heel goed in geholpen. Ook vanuit school? Ook vanuit school. Ook vanuit het Noordic. En hoe kom jij elke keer zomaar in Den Haag? Ik heb vanuit het ministerie beschikking tot een auto met chauffeur. Dus daar zorgen ze ook goed voor. Ik word veilig opgehaald en weer veilig thuisgebracht. Nou, dat gaat helemaal goed komen. En hoe lang mag jij deze taak uitvoeren? Ik ben voor een jaar kinderminister. En na een jaar wordt het overgedragen aan het volgende ministerie. En hoop ik dat die minister er ook veel plezier van gaat hebben. Nou, helemaal niks. Dat komt in goede letters boven. Dank u wel. Eerst lekker vakantie in januari. Ja. Het is ook een bijzondere... Ze doen iets meer dan van ze verwacht had mogen worden. Ze zijn een voorbeeld voor anderen en je moet ze dus eigenlijk letterlijk onderscheiden van andere mensen. Dat is wat vandaag gebeurt. Ik mag u namelijk meedelen, dat zijn de Majesteiten Koning. Beide. Ter gelegenheid van uw afscheid van Almelo Sociaal, heeft benoemd tot lid in de Orde van Oranje. En ik wil jullie vragen hier naar boven te komen op het podium. Prachtige woorden, ik ben helemaal... Het gebeurt me niet vaak dat ik er twee tegelijk mag nemen. Nee, hè? Voor mij is het een hier zit hij. Stimulans gekregen om dit leven vol te kunnen houden. Ja. Ja, dat doet erg veel. Dat een stuk waardering die ik gekregen heb van het werk wat ik dan een groot aantal jaren gedaan heb. En het was voor mij een volkomen verrassing dat ik dat mij deze eer ter dienst viel, dat ik dus dan deze onderscheiding kreeg. Ik blijf nog betrokken bij Almelo Sociaal door wat hand- en spandiensten te verrichten, wat projectjes te doen en zo. Ik ben niet helemaal verdwenen, maar het dagelijkse werk dat is voor mij voorbij. Ja, ik ben enorm vereerd dat ik deze onderscheiding heb gekregen van de burgemeester. Ik had er geen seconde aan gedacht dat me dat zou overkomen. En ik ben hier dus voor mijn afscheid, omdat ik meer dan 20 jaar bij de KRA voorzitter ben geweest, met hart en ziel. Dus ik neem hier afscheid van alle mensen waar ik mee gewerkt heb. Maar om dan in deze setting deze onderscheiding te krijgen, dat is voor mij heel, heel bijzonder. Ja, maar er zijn ook veel, helemaal niet zo goed.
Okay, dit is de eerste cementloze betonnen fietssnelweg van Nederland. Dus er is een innovatief concept hier toegepast. Dus geen cement gebruikt in deze vorm van beton. En dat maakt dat die duurzaam is. Want cement is over het algemeen een milieuvervuiler. En nou, dat is uniek aan dit stukje fietssnelweg van Almelo naar Vriezenveen. En 25 jaar garantie. Ja, dat hebben we bedongen. Kijk, met innovatie is altijd zo van hoe houden zich dingen. Dus we hebben met de aannemer daar mooie afspraken over kunnen maken. En dat is ook de reden waarom we dan als gemeente, ook als launching customer, zoals ze dat zo mooi noemen, kunnen zeggen van nou, aan dit soort innovaties werken we mee. Maar nu stopt het hier bij de rotonde in Adorp. Ja. Hoe gaat het nu verder? Ja, dat is onderwerp van gesprek. Zeker het stuk vanaf hier, van de rotonde Westermaatweg in Adorp, naar de binnenstad van Almelo. Dat is onderwerp van tracé-studie. Dat is nog niet opgestart. Dat gaan we binnenkort opstarten. We gaan eerst bezig met het stuk aan de F35 aan de Wierdense straat. Dus van het fietstunneltje richting de Wierdense brug. En dan naar de Aalderingssingel. En vervolgens zullen we ook nog het stuk van de Aalderingssingel naar het ROC van Twente moeten doen. Dat zit ook in de planning. En we zijn bezig met de voorbereidingen voor het stuk naar Borne. Dat is omvangrijk. Is echt een lang tracé. Ook met eventuele ondertunneling van het spoor hebben we daar te maken. En dat staat voor 2022 op de rol. En daar worden nu ook de studies aan gedaan van welke kant is het beste. Noordkant of de zuidkant van het spoor. We opteren voor de noordkant voorlopig, maar dat moet nader uitgewerkt worden. En daar moet dan uiteindelijk ook aan de raad toestemming over gevraagd worden, want daar zijn toch investeringen mee gemoeid. De motie die wij 2 weken geleden hadden ingediend, die is op dat moment aangehouden. We hebben een kleine aanpassing gedaan, mede op verzoek van onze indieners natuurlijk, maar ook bij de rest van de raadsleden. Het kwam duidelijk naar voren dat het woord Schuttenstraat eruit moest. Dat hebben we gedaan en hij is bijna met unanieme stemmen aangenomen. Wat was de reden of de aanleiding om de Schuttenstraat uit de motie te laten? Nou ja, de Schuttenstraat is een veel bewogen straat, zou ik gaan zeggen. In de vorige raadsperiode hebben we daar ook enkele politieke beraden aan gewijd om eventueel verkeer daar weer open te stellen. Daar is toen uitgekomen dat op dat moment niet aan de orde was. Maar vandaar dat het ook eigenlijk wel een precair onderwerp was om het hier weer te benoemen. Het ging ons in ieder geval en de mede-indieners er niet om het verkeer daar echt open te stellen. Maar meer in een noodsituatie dat een optie was om het verkeer door te leiden als het helemaal vast zou staan in de Hofstraat. Wanneer er meerdere activiteiten tegelijk zijn, dan is er nog steeds een probleem. Ja, mooi is het eigenlijk. Hè? Eigenlijk is het een luxe probleem, want ja, we willen die stad natuurlijk zo goed mogelijk gevuld hebben. Er zijn met name in dat deel van ons mooie centrum zijn een heleboel activiteiten die veel mensen trekken. En alhoewel de ondernemers heel goed meewerken en op hun websites en op bevestigings-e-mails aan de gasten laten weten dat ze ook andere parkeerroutes moeten nemen. Als mensen op Google of op TomTom de route intoetsen naar bijvoorbeeld Theaterhotel, bijvoorbeeld naar de bioscoop of naar Fusion Plaza, zullen ze toch bij het stadserf uitkomen. En op dat moment rijden ze een fuik in als het dus heel druk is. En ja, dan moeten we eigenlijk zien te voorkomen en op de Verrechter Limburgsingel al borden hebben dat de parkeergarage daar vol is en dat ze door kunnen rijden naar P9 of P14 aan de andere kant van de stad. Dank u wel. Graag gedaan. Fijne feestdagen. Mijn naam is Jamie Pijn, ik ben 18 jaar en ik heb hier country ontworpen als outfit, als opdracht voor school. En ja, ik doe de specialist modemaatkleding niveau 4 in Enschede aan het ROC van Twente. En ja, ik vond het heel erg leuk dat ik dit eigenlijk mocht doen. De opdracht was om een muziekstroming te kiezen wat jou heel erg inspireert en waar je echt zelf in kon verdiepen. Daarvoor heb ik zelf gekozen voor country. Dat is echt iets eigenlijk waar mijn hart ligt, wat ik super leuk vind. En daar kon ik dus met alle plezier kon ik eigenlijk aan werken. Mijn
mochten een kledingstuk maken, eigenlijk een outfit, gebaseerd op de expositie wat hier al was, dus van beat tot punk. Nou, het belangrijkste was dus om de link te leggen met de jongerencultuur en om dat dus heel duidelijk te kunnen laten zien in het kledingstuk. En dat kan best wel een uitdaging zijn. Ik vind dat ik er best wel heel erg in ben geslaagd. En ik heb voor punkmuziek gekozen, punkrock. En ja, daarom latex en tulle, om het dan toch wel weer wat vrouwelijker te maken. En ja, het straalt zeg maar vrouwelijk uit, maar ook stoer. En daarvoor heb ik ervoor gekozen om dit te doen. Deze outfit heb ik gekozen, vooral de viool, voor de klassieke muziek en alle romantische muziek. De zenheid en de passie zit in deze outfit van mij. Nou, als mentor heb ik deze groepen geleid. Dit is mijn eigen mentorgroep ook en het project is al in de, nou ja, begin in september begonnen. En toen zijn we eerst eens gaan oriënteren over periode waar zij geïnteresseerd in zijn, muziekperiode, de jeugdcultuur rond die tijd. En daaromheen hebben zij hun creaties gemaakt. Dus ik heb elke dinsdagmiddag van 2 tot 5:30 hebben wij hier aan gewerkt. Ik ben geïnspireerd door de film Mean Girls. En vanuit daar heb ik eigenlijk gekeken wat ik daaruit kon halen om een outfit te ontwerpen. Ik heb bijvoorbeeld een kort jasje gemaakt en een bandeautop eronder. En daar heb ik een overslagrok onder gemaakt. Nog even een korte terugblik. Hoe kijkt u terug op het afgelopen politieke jaar? Er zijn twee dingen, de raad en het college. De raad vind ik bij tijden wijle best wel turbulent in de vergaderingen. Hoe duidt u dat? Zoeken naar een evenwicht tussen het bedrijven van politiek en het besturen van de stad. En ik denk dat ook voor raadsleden een lastige afweging is bij tijden wijle. En ik denk dat, zeg maar als ik terugkijk op verder op politiek leven van het afgelopen jaar. We zijn als college heel ambitieus. We werken op een goede manier met elkaar samen. We zijn in staat om dingen te realiseren. En dat hebben we ook nodig, want we moeten met elkaar Almelo verder brengen. En de trots van Almelo vergroten en het zelfvertrouwen van Almelo vergroten. En daar werken we met elkaar knetterhard aan. Nou, ik moet kijken dat ik naar de vraag stelt u. Ik kijk terug naar een bewogen... intensief, maar toch wel met een redelijk goed resultaat na dit afgelopen politieke jaar. Dat heeft te maken natuurlijk met zeg maar, de besluiten die natuurlijk voorhanden zijn, de besluiten die we hebben genomen. Uit de moeilijke financiële positie waar natuurlijk deze gemeente langzaam uitkrabbelt. En dat is natuurlijk aan de raad die uiteindelijk besluiten heeft genomen om dat doel natuurlijk te kunnen bereiken. En ik denk dat we daar wel met heel positief op moeten kijken. Maar de onrust in de raad zelf, de wel eens te verhitte discussies, dat zet wel eens de inhoudelijke discussie buitenspel en emoties spelen dan de boventoon. Hoe duidt u die onrust? Ja, dat is een onrust die natuurlijk iedereen op zijn eigen manier creëert. En met zijn eigen inhoudelijke kijk op de zaak die op dat moment voor ligt. En ik denk dat we daar een beetje meer af moeten. We staan hier als politieke partij en ook natuurlijk voor Almelo, met een doelstelling voor Almelo. Het gaat niet over jezelf, maar het gaat voor dat je je inzet voor de gemeente Almelo. Om daar natuurlijk de stad natuurlijk, ja, zo mooi mogelijk te maken. Ja, het was een bijzonder jaar. Het was een jaar waar ik toch mijn plek als raadslid en fractievoorzitter moest zien te vinden. En ik zou zeggen, in die zin ben ik daar nu mijn plekje en mijn rust in gevonden. En het was nuttig. Wat vond ik lastig? Vooral de balans tussen zakelijk, privé en het raadswerk. Daar komt natuurlijk wekelijks honderden pagina's die je moet doornemen. Je hebt de vergaderingen en de overige werkzaamheden die bij een raadslid hoort. En je hebt ook je eigen kantoor. En uiteraard nog het privéleven. En om daar een gedegen balans in te vinden, dat alle drie aspecten de juiste aandacht krijgt, was even zoekend, zeg maar. En ik denk dat ik daar nu een goede balans in heb gevonden. En dat is mooi. Shall I go?
Stunden in geselliger Wohnung. Gesundheit und Freude, das wünschen wir heute. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und ein glücklich Neujahr. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Het is een heel oud, mooi schuurtje. Dat vanaf het begin dat ik zag dat dat ding te koop was, had ik daar interesse in. En het is een Almeloos monument. En nou, dat vond ik zo leuk om dat op te knappen. Ik woon hier in de buurt. Ik heb nog veel spulletjes van vroeger van mijn vader, zelfs van mijn grootvader. Die heb ik altijd bewaard en kan ik moeilijk afstand van doen. En dat ga ik hier dus een beetje uitstallen. Nou, wat je ziet, dat is zakken van Piet Vogelsang. Dat was mijn vader, die had dus een brandstoffenhandel. Die is hier begonnen in 1910, geloof ik, met turf. Kwamen ze met turf, dat hebben ze hier verkocht. Later zijn dat dus brandstoffen geworden. En daar heb ik veel spulletjes van bewaard. Onder andere een bakfiets, een transportfiets en turf en turfmanden. En dat vind ik leuk om te bewaren. Dat is een foto van Peter Leeuwen uit Almelo. De uitgave die geeft veel boekjes uit over Oud-Almelo. En die heeft één foto mooi ingekleurd. En op die foto staat dus mijn grootvader met zijn turfschuit, met zijn drie zonen en waaronder mijn vader, dat die in turf gingen handelen. En nu Almelo weer het water terug heeft in de stad, ja, zie je wel wat gelijkenissen, toch? Ja. Maar wat leuk is, je ziet alleen maar aanvoer van goederen en turf, maar ook beurtschippers. Alles ging per water, met boten. En ja, dat is een prachtig gezicht. Je ziet nog geen auto. Het is allemaal nog werk van vroeger. Prachtige foto. Naast dat u er zelf zoveel plezier aan heeft, bent u ook nog van plannen om het voor anderen tentoon te stellen? Nou, voorlopig nog niet. Ik vind het zelf nu nog zo mooi. Ik hou het even nog voor mezelf en misschien dat later, misschien mijn kinderen, dat die gaan zeggen van, goh, voor scholen, dat die eens een keer langskomen om te kijken hoe het vroeger aan toe ging met kolen en met turf. Dat is dan misschien nog wel leuk, maar daar heb ik nog geen plannen voor. Ik heb er 3 maanden over gedaan.
Het was helemaal vervallen, er was brand in geweest. De zolder was helemaal weg, de muren die waren weg, die hebben we weer rechtgetrokken. Er zat geen water in, er zat geen licht in, geen riolering. En ik kwam in contact met een hele goede restaurateur, Johannes Ekkelboom. En die heeft me daarmee geholpen. Ja, en ik vind samen we hebben er een heel mooi spulletje van gemaakt. Ja, dat is 5 euro. Ja. Ik heb hier maar een beetje dat in de volgende.